In Season 2 hadden we natuurlijk in de Battle Pass een soort van samenwerking. Namelijk een samenwerking met Deadpool. En Deadpool konden we ook tijdens Season 2 unlocken. En daar konden we gewoon mee spelen in de game. Wat natuurlijk super tof was. Dit seizoen in Season 3 hebben we weer een samenwerking. Namelijk met natuurlijk Aquaman. In deze video wil ik het daarover gaan hebben. Hoe kun je straks met Aquaman gaan spelen? Welke challenges moet je doen? Wat kun je allemaal krijgen? Hoe gaat het in zijn werking? In deze video kom jij erachter. Als jullie misschien nog eventjes op het duimpje mogen willen smashen, dat zou heel erg gewaardeerd worden. Abonneren op dit kanaal kan natuurlijk hier beneden. Straks te veel vraagt in de itemshop. 5% van je aankopen gaat onze kant op. Ja, Aquaman, je kunt hem gewoon binnenkort unlocken. Dus op dit moment nog niet, maar ik ga precies uitleggen hoe het in zijn werking gaat en wanneer je hem kunt unlocken. Allereerst, jullie zien het hier staan. Level up to unlock new Battle Pass outfits, complete challenges to unlock new styles en complete Aquaman's challenges to unlock his outfit en een bonusstijl. Goed, we drukken eventjes op got it. Hoe gaat het precies in zijn werking? Nou, je kunt uiteindelijk deze twee varianten krijgen. Namelijk normale Aquaman natuurlijk en de Archer Curry, zeg maar. Zonder dat hele pak ding, weet je wel. Als hij uit het water is, zeg maar. Met een normale broek aan. Ik moet zeggen, ja, welke vinden jullie beter eigenlijk? Deze of deze? Jammer genoeg kan ik geen poll meer aanmaken, want YouTube heeft dat eruit gesloopt. Maar laat het dan eens eventjes achter in de reacties. Welke vind je beter? Deze dus? Een normale Aquaman of de Arthur Curry? Let me know. Maar goed, er staat hier dan buy Season 3 Battle Pass. Moet je dat dan doen? Ja, je moet namelijk de Battle Pass kopen. Wil je deze skin krijgen straks? Dus dat is de eerste stap die je moet doen om deze skin te krijgen. Daarnaast moet je missies doen, oftewel challenges. We gaan eventjes terug. We gaan naar de grote tafel, namelijk map challenges. En hier staat, als het goed is, het tapje Aquaman challenges. Jullie zien het hier staan, nummer 1. Daar klikken we op en dan zijn we in principe al op dit schermpje. Dat was ik al. En hier staat hoe lang het nog gaat duren voordat we de Aquaman kunnen unlocken. Namelijk nog 28 dagen. Ja, dat is natuurlijk wel een klein beetje jammer. Maar je moet daar wel voor eerst alle stappen hebben gedaan. In deze video ga ik voor jullie eventjes de eerste stap laten zien. Het is zo ontzettend makkelijk. Je klikt gewoon eventjes hierop en je ziet precies wat je moet doen. Use a whirlpool at the Fortilla. Oké, nou dat is letterlijk het enige wat we moeten doen. Nou, dat is volgens mij hier zo. Hij geeft het al aan op de map. Dus daar springen we eventjes naartoe. En wat krijgen we dan als we dat hebben gedaan? We krijgen dan deze loading screen. Dus die krijgen we. Dat is natuurlijk super nice. In week 7, wat krijgen we dan? Want dan krijgen we natuurlijk een nieuwe challenge. Dan kunnen we dus een spraypaint krijgen. Ook super leuk. In de tweede week, zeg maar, dan kunnen we deze krijgen als harvesting tool. Dus dit wordt gewoon een harvesting tool. Dat is wel super gaaf. En wat krijgen we op de 21ste dag? Dus de derde week volgens mij, of vierde week. Dan krijgen we deze backbling. En natuurlijk op dag 28. Ja, het staat er nog niet. Maar je krijgt dan natuurlijk de twee styles. De nieuwe skin Aquaman. Goed, laten we als eerst eventjes de challenge gaan doen. Dan ga ik eventjes in de game met Deadpool. Dat vond ik gewoon eventjes grappig om te doen. Ik speel wel eventjes een solo potje. Let's go, we gaan de eerste challenge voltooien. Oké, we zitten in de battlebus en we moeten volgens mij hier naartoe. Ik weet het niet meer zeker. Was het nou hier of was het hier? Nou, volgens mij was het hier. Oké, we gaan er gewoon naartoe springen. Let's go, we spelen een solo potje. Kan lastig worden. Het eerste solo potje wat ik speelde trouwens was gelijk een victory. Ja, daar was ik wel trots op eerlijk gezegd. Maar goed, we gaan eens eventjes kijken hoe dit pootje gaat verlopen. Natuurlijk, ik ga hem niet helemaal afspelen. Ik ga als eerste challenge natuurlijk doen. We moeten dus naar deze plek toe. Dat is eventjes belangrijk voor de eerste week. De eerste challenge die je kunt doen überhaupt. De volgende challenges die, ja, wat ik net al liet zien, die kun je pas over een aantal dagen doen. Maar goed, allereerst eventjes deze. Ik zie even kijken. 1, iemand anders. Ja, volgens mij is het letterlijk maar 1. Oh, 2. Volgens mij 2. Ik hoor iemand om me heen. En volgens mij moeten we richting zo'n whirlpool. Dus dat is zo'n ding. En wat gebeurt er dan? Nou, dat laat ik zo meteen wel zien. Als je daar nog niet bent ingeweest, het is zeker weer te grappig om te doen. Laten we eerst eventjes snel een wapen pakken. Want ik hoor zo ontzettend veel mensen dat het gewoon niet eens veilig is om hier eigenlijk te zijn. Zo. Oh, wat doe ik nou? Oké, ik heb in ieder geval een leuk wapentje. Deze kist kunnen we nog even pakken. Kleine lagspike had ik. Hebben jullie dat ook in het nieuwe seizoen? I don't know. Ik heb af en toe zo'n mini lagspike. Oké, voor die gastjes moeten we een klein beetje oppassen. Zit hij daar nou? Ja, daar zit hij, daar zit hij. En hij gaat dood. Bijna. Oh, jeetje, bijna. Oké, nou goed. Laten we eventjes focussen op. Oh, nee. Wat doe ik nou? Oh, dikke damage kunnen doen. Maar ik ben ook bijna dood. Oh, nee. Twee kanten volgens mij. Of niet? Ik weet het niet meer. Nee, ik ga dood. Ik ga dood. Are you serious?
Dat is niet de bedoeling. Deze is dood. Oh, hij heeft die ene genokt. Nu wegwezen hier. Wegwezen hier. Op de map kijken. Waar zit zo'n whirlpool? Hier zit er eentje. Oké, daar gaan we naartoe. En als het goed is, als we daar zijn, dan hebben we al de challenge voltooid. Dat is het enige wat we moeten doen voor deze week, zeg maar. Oh, een Scar. Let's go. Let's go. Oké. Focussen, focussen. Even mijn Scar goed zetten. Zo, hoppakee. En zwemmen. Nu moeten we binnen no time daarheen. Let's go. Wacht, als ik dit ding gooi, werkt dat? En ja, dit werkt. Dit gaat veel sneller. En hoppa. En we gaan er echt in. En gebeurt er iets? Oh ja, er gebeurt iets. Wajo. En we hebben de challenge voltooid. Staat ook links in beeld. Wajo. Misschien stond mijn cam daarvoor. Misschien heb ik mijn cam weggeëdit. Ik heb geen idee. Maar we hebben dus de eerste challenge voor Aquaman gewoon voltooid. En ik word beschoten. En we hebben dus ook een loading screen gekregen, wat super chill is. Dus dit is echt perfect eigenlijk. Oh, ik hoor hem. Nee, nee. Ik was nog mijn medkit aan het nemen. Nou goed, dit is wel een mooie afsluiter, denk ik. Ik ga terug naar de lobby. Als we nu gaan kijken bij dus de Battle Pass, de map challenges, dan zien we hier staan dat we de eerste hebben voltooid. En we moeten wachten op de volgende, jammer genoeg. En je kunt eventueel natuurlijk ook alle andere challenges hier doen. Namelijk hier de week 1 challenges, de clutch challenges, de grind challenges, all challenges. Maakt niet uit, maar de Aquaman challenges, die moet je doen om uiteindelijk natuurlijk Aquaman te kunnen unlocken. Dames en heren, dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie het handig vonden deze video. Vonden jullie dat? Smash dan natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. Dat zou heel erg gewaardeerd worden. Abonneren op dit kanaal kan natuurlijk hier beneden. En je kunt de support in de item shop met de code teveelgevraagd. En een 5% van je aankopen gaat onze kant op. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Peace out.